ik pas harp speelde, dan ergerde ik mij een beetje aan het feit dat een harp altijd zo gezien werd als iets heel dromerigs, een beetje prinsessenachtig. Waarom kunnen we dat stereotype van dat prinsessige niet wegnemen en toch binnen het klassieke muziek blijven? Ik ben Eline Grolo, soloharpiste van Brussels Philharmonic. Een harp is qua basis eigenlijk gewoon een driehoek met ongeveer een zestal octaven, gaande van die diepe do tot de hoge sol. En voor elke noot een pedaal, dus ik heb hier 7 pedalen achteraan. In het orkest, mijn dagelijkse job, zeg maar, daar heb ik heel veel mooie partijen altijd. Denk aan Debussy, maar ook Stravinsky, Prokofjev enzovoort. Het repertoire van dat soort kaliber is voor ons nauwelijks bestaande. Dus dat intrigeerde mij wel, van waarom wordt die harp wel gebruikt in het orkest? En waarom is er dan toch geen behoefte van diezelfde componisten om voor ons instrument te gaan schrijven? In 2021 ben ik gestart met een project om repertoire van de voor de harp uit de 20e en de 21e eeuw onder de aandacht te brengen. Om zo ook eigenlijk componisten van vandaag aan te sporen om voor dat instrument te gaan schrijven en te laten zien van kijk, dat is echt wel een volwaardig instrument zoals een piano en een viool en daar kan van alles mee en we hebben nood aan een nieuw repertoire. Eigenlijk redelijk snel nadat ik gestart was met die blog en de eerste opnames uitkwamen, ben ik in contact gekomen met Jeffrey Gordon. Tenminste, hij contacteerde mij om te zeggen dat hij een super project vond en dat hij al jaren droomde om een harpconcerto te schrijven. Ja, in het begin dacht ik echt wel zo van, want ik kende hem als componist. Ik verschoot daar eerlijk gezegd wel van. Dat ten eerste iemand al zo snel die blog had opgemerkt en ook al zo snel interesse had. Dus ja, dat was zo wel een moment van even in uw kaak knijpen om te zien van ja, is dit nu wel waar? De eerste keer dat ik iets concreet kreeg, was een stukje van het eerste deel. Je voelt wel meteen, er is meteen een klik van oké, ik voel wat hij bedoelt. Voor waar hij naartoe wil en dat is ook mijn manier van te communiceren met mijn instrument. Maar ik vind gewoon zijn zoektocht naar de klanken die hij nu gemaakt heeft, zijn voor mij echt wel een verrijking. Het spannendste aan heel dit proces is dat je eigenlijk pas een dag of 4 voor de effectieve wereldpremière het werk hoort met orkest. Het is voor mij ook wel een beetje zo de kers op de taart, alhoewel dat de taart helemaal nog niet gebakken is. Ja, ik word daar gewoon blij van als ik zie dat dat nu lukt.